Diep onder de grond word ik achtervolgd door een groep professionele zakkenrollers. Eén voor één sluiten ze me in en schermen ze me af van de andere reizigers. Voor ze zullen toeslaan. Ik ben Kees van der Spek en dit is Oplichters in het Buitenland. Gewapend met een volle portemonnee en een verborgen camera reis ik als gewone vakantieganger met mijn team de wereld rond. Op zoek naar oplichters die het voorzien hebben op het geld van de argeloze toerist. Vandaag zijn we in Barcelona, een van de populairste steden voor een korte vakantie. De stroom toeristen die iedere dag de befaamde bouwwerken van Gaudi bezoekt, met als hoogtepunt de Sagrada Familia, is enorm. En ook op de beroemde Rambla is de stoet vakantiegangers eindeloos. Jaarlijks lopen hier 10 miljoen reizigers overheen. Barcelona heeft dan ook alles. Het is relatief dichtbij, goedkoop, zonzeker en er is ook nog een prachtig strand, pal aan de stad. Maar Barcelona is ook berucht, want bijna iedereen kent wel iemand die ooit in Barcelona is gerold. Het wordt daarom ook wel de hoofdstad van de pickpockets genoemd. Ze loeren overal op onoplettende reizigers en slaan bijna altijd toe zonder dat je het doorhebt. Zo ervoer Kirsten Verdel uit Rotterdam, die een paar jaar geleden met een grote groep van 25 collega's een weekendje Barcelona deed. Nou, het is een fantastisch mooie stad met heel veel cultuur en heel veel architectuur. Alleen je moet wel heel erg goed oppassen, bleek eigenlijk al direct nadat we aankwamen. We waren een lang weekend op vakantie met een vrij grote groep mensen, ik geloof 25 mensen. We zaten nog niet eens en iedereen was dus nog half bezig met tassen neerzetten en zonnebrillen afzetten en dat soort zaken. Tegen de tijd dat we weg waren, was er ook een portemonnee weg. Ja. Met een verhaal. Welkom in Barcelona. En toen, was het klaar? Nee, dat was pas het begin, want vlak daarna liepen we de stad in. En toen moest iemand pinnen. En bij het pinnen is dan kennelijk ook een standaard truc daar, dat er dan twee mensen achter je gaan staan. Dus ze proberen je eventjes uit je concentratie te houden. En aan de andere kant, ja, is die eerste persoon is dan al bezig met je geld stelen of je pinpas of allebei. En dat gaat ook heel snel. Het gaat altijd heel snel. En ook nog steeds diezelfde dag liepen we ergens, volgens mij op de Ramblas, dat iemand van onze groep, een wat oudere vrouw, die zag dat iemand, een Spaanse mevrouw, dat haar portemonnee werd gerold. En dat zag ze gebeuren. Dus ze riep echt heel hard van, leg die portemonnee neer, in het Nederlands. Waarop die portemonnee op de grond viel en de dader wegliep. Dit is allemaal wat je... Allemaal, dit was allemaal dag één, ja. Hoe je ook op je hoede bent. Ja, het kan altijd. Dat was dus 3 keer bingo op 1 dag. Volgens cijfers uit 2009 wordt in Barcelona gemiddeld 315 keer per dag een portemonnee gerold. Maar dat zouden zeer voorzichtige schattingen zijn. Barcelona staat sowieso al jaren op nummer 1 in de pickpocket top 10 van de wereld. Onze missie hier is duidelijk. We willen het zakkenrollersprobleem in kaart brengen. Jij hebt tas aan? Ja. Let's go. En de beste manier om dat te doen is mezelf laten rollen, dat stiekem met de verborgen camera vastleggen en de daders confronteren. Zonder ook maar 1 seconde op mijn portemonnee te letten, begeef ik me tussen de mensen en hopelijk tussen de zakkenrollers. Dit is de bekendste winkelstraat van de stad met 3 beroemde huizen van de hand van Gaudí. Met busladingen tegelijk arriveren hier de toeristen.
Allemaal met dure camera's, telefoons en natuurlijk volle portemonnees. Je zult hier wel snel aan de beurt zijn als je, zoals ik, geen één keer op je kontzak let. Maar na een hele dag extreem argeloos rondhangen, is er nog helemaal niks gebeurd. Dan collega Marijke maar eens als lokaas inzetten. Zij gaat met een goed gevuld damestasje heel toeristisch de kaart van de stad bestuderen. Precies bij de uitgang van metrohalte Barceloneta. Volgens internet een van de hotspots voor pickpockets. Van een afstandje denk ik dan een verdacht type te zien staan. Snel Marijke inzijnen. Als je op die kaart gaat kijken, als je daar met je gezicht zo meteen naartoe draait, dan zit het... Ja, die kan ik net niet zien, maar volgens mij is dat ook... Ik weet niet wat het is. Ja, is dat iets of niet? Maar ook Marijke wordt niet gerold. We gaan een stapje verder. Met een rugzak waarvan de rits op een kier staat. Deze kant van het hek, Marijke. Maar ook nu geen beet. Zelfs niet nadat ze haar tas achterloos op de rand van de metro-ingang heeft neergelegd. Zo voor het grijpen. Werkelijk, niemand gedraagt zich verdacht. Geen spoor van zakkenrollers. Hoe kan dit? En weet je waarom het ook nog veel moeilijker is wat we nu willen doen dan bij alle andere uitzendingen? Kijk, normaal staan oplichters mensen aan te spreken. En die mensen zeggen 100 keer nee. En ik zeg natuurlijk gewoon ja, samen met nog een paar slachtoffers. En die gaan dan mee. Maar die staan de hele dag niks anders te doen als mensen uit te lokken. En dan kun je gewoon op aflopen natuurlijk. Maar hier is er helemaal geen eerste contact. Dus er is nul contact. Je weet niet wie het zijn. Je weet niet waar ze staan. Je weet niet waar ze lopen, het is namelijk hun werk om onzichtbaar te zijn. Bij die anderen is het juist hun werk om zichtbaar te zijn. Om op te vallen, zodat je er makkelijk in trapt. Maar hier is het precies andersom. En hebben we ons gewoon helemaal niet gerealiseerd. En probeer dan maar eens hun aandacht te trekken dat ze precies jou rollen. Succes in Barcelona. 2,5 miljoen inwoners en 100.000 toeristen. We hebben nu 2 dagen rondgehangen in deze stad. Overdag is het dus heel erg druk. Maar misschien dat het duister van de nacht onze kansen vergroot. Er is inderdaad van alles aan de hand als het donker is in Barcelona. Iemand knoopt plotseling ongevraagd een armbandje op.